en meisjes natuurlijk. Leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. En het is vandaag nieuwjaar. Nou, het is nog geen nieuwjaar, dat is pas vanavond. Vanavond ga ik mijn afsluiter opnemen. Met vuurwerk en zo. Vandaag is mijn video namelijk terugblikken naar 2015. En alvast vooruitblikken naar 2016. Woe! Het afgelopen jaar zijn er natuurlijk alle leuke dingen gebeurd met BNN en met RTL 4. En ik vond 2015 echt een superleuk jaar, want veel muziek maakte vond ik ook leuk. Ik mocht bijvoorbeeld bij Klevers of bij de Pepernotenzaak. Waar mocht ik nog? Pannenkoekenzaak. Echt, ik vond het allemaal echt super leuk. Maar in 2016 wil ik natuurlijk nog leukere video's voor jullie gaan maken. Maar daar heb ik jullie hulp wel voor nodig. Want als ik natuurlijk nog leukere video's wil gaan maken en jullie smaken wil gaan doen, dus welke video's jullie leuk vinden, moet ik natuurlijk ook weten welke video's jullie willen dat ik ga maken. Dus laat dat weten in de reacties. En ja, dan komen er binnenkort misschien een van jouw aanvraagde video's in voor. Nog zo leuk vond aan 2015, dat ik zo goed werd gesteund eigenlijk op YouTube. Want toen het 2015 ging worden, hoopte ik dat ik 100 abonnees haalde. Nou, ik heb nu al 1500 abonnees. Dus oh my god, super leuk! Ik hoop dat jullie mij ook willen volgen op mijn Instagram en mijn Facebookpagina willen liken. Want op mijn Instagram probeer ik elke dag iets te posten. Meestal lukt dat wel, maar you know. Mijn goede voornemen voor 2016 harder leren. Ja, ik moet harder leren, want voor wiskunde leer ik niet zo goed. En voor Frans ook niet. Meestal kom ik er nog wel met een goed punt vanaf, maar ik moet gewoon harder leren. Oh ja, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie allemaal op mij zijn geabonneerd en dat jullie mij goed steunen. En dat ik altijd wel 1 of 2 likes op zijn minst krijg. En ja, ik vind het gewoon super leuk dat jullie mij steunen. Want zonder jullie was ik waarschijnlijk al lang gestopt op mijn kanaal. Maar nu ik mijn goede voornemens heb verteld, wil ik ook jullie goede voornemens weten. Dus laat het weten in de reacties, want ik ben super nieuwsgierig. Ja, ik ben super nieuwsgierig. Jullie kennen me wel. Dus laat ook weten in de reacties wat jij het leukste vindt aan nieuwjaar. En dan zie je ook. En dan zie ik jullie dat vanavond. Doeg! Zalig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, vrienden. Ik heb echt de champagne. Ik vind het super vies. Maar ja.